Hop, I guess I'm gonna suffer, want ik vergat de fucking automatisch te doen. Nee, ik heb schijt. Op dit punt voelt het niet eens alsof het gaat oplossen. Ah, deze bitrate is zo prachtig. Nou. Ik moet je voorstellen dat ik dit livestream. Oei. Ah ja, jij moet dit livestreamen. Nou, ik zit al over na te denken, dus als ik dit zou livestreamen, zou mijn fucking. Zou iedereen stream vastlopen gewoon voor een goede periode? Het hangt er meer vanaf hoe het met jou zit. Dat is gewoon. Natuurlijk moeten we eerst like, de stream testen en zo. Onze ventilator gaan verwisselen. Dat kan. Dat is wel. Kost geld. Dat is ook wel zo. Wat ik zei, het is meer de. Voor OBS is het meer like. De CPU maakt het meest uit wanneer het komt met. Ja, daarom zeg ik, ik ga gewoon een ventilator van de PS4 veranderen. I'm not interested. Zo, ik denk dat ik mijn werkplek zijn telefoonnummer ga blokkeren omdat het gewoon met caps lock aan het spammen is. What the fuck? It's like, de roosters zijn aangepast en ze konden gewoon niet like, normaal het bericht schrijven en het op dat laten. Nee, ze moesten met caps lock schrijven. Stop. Ik dacht ze waren professioneel, but I guess not. Ik guess not, de 4chan's hebben McDonald's overgenomen, ik had die geloof. I know, right? It's like... Ik heb nog niet veel gepraat over dit level, maar ik hou van dit level. Dit is eigenlijk mijn favoriete, like, Nier Automata dungeon, zeg maar. Nou ja, dungeon, maar het is mijn favoriete level. Dit is Forest Kingdom. Ik weet niet waarom. Ik hou van de groene gebieden. Ja. Yeah. Maar ze hebben ook heel erg best gedaan, dus dat je alles yeah. is... Om het zo te zeggen, het is gewoon perfect. Het is like de vibe die je krijgt met de level zelf. De nice mountain-like plek om te exploreren. En de muziek die het gewoon perfect maakt. Zo'n beetje. En de fucking vijanden die op elkaar aan het rijden zijn. Ik heb al gepraat van jouw weggas, maar ik hou gewoon van like, de aesthetic van like, een oude like, kasteel. Like, middeleeuwse kasteel in like, grote natuur omgeving en shit. Ik hou van dat shit. Waar het kasteel een beetje overgenomen is door de natuur en zo. Want... Nee. Ik zou ook zeggen dat ik gewoon van de middeleeuwse like, steden hield en zo. Maar anime heeft het zo vaak gedaan dat ik een beetje moe van werd. Dat je er num van werd, ja. Ja. Ik ben eigenlijk blij dat Bavuri meer fantasie is dan like dat, want holy shit. Ja, en dan fucking agent machine gods en alles. I know, right? You cannot understand the feeling of a machine. Oké, hoe zei je dat? Zeg zo. Je moet hem provoken. Actually, I don't know. De guy praat er nog niet over, dus we doen het later. Holy shit, die schaduw over. Fuck. My god. Had je dat ook zitten merken de hele tijd toen je de spel aan het spelen was? Ja, yeah, op een gegeven moment wel. En ik had zoiets van, godverdomme, wat heb ik fout gedaan? Hoe moet ik het fixen? En ik zocht het op, maar het is gewoon blijkt om te fixen. Ik weet niet of de PC-versie of de PlayStation 4-versie dat, like, of de PlayStation 4-versie hetzelfde had. Maar ik weet dat de PlayStation 4-versie nog steeds wat problemen had, maar ik weet niet of het zo erg was. Want ik weet dat de PC-port van het spel nogal oké was. Het is beter met de farm mod, maar het is nog steeds oké. Het is altijd kloten voor mij, dus ik weet niet dat de PC-versie van het spel dat, like, de minste aandacht krijgt. Ja. Weet je, ik zit altijd like, te horen praten over like, de PC Master Race. En ik heb zoiets van, ja, de kans is dat de PC-spellen inderdaad het beste eruit ziet en zo. Oké. Okay. Zoals The Witcher 3. Ja, bijvoorbeeld. Laten we niet bullshit zeggen en gewoon zeggen dat like, de PC-port is nooit slecht of zoiets. Nee, is like... Nou, laat het zeggen. PC is best, is like legit. Mods, al dat soort onzin. Is gewoon, ja, het klote is gewoon like de game library. Hoe het altijd wordt, like... Hoe noem je dat? De shaft krijgt in sommige gevallen? Ja, de shaft. Dat is het. Gewoon weinig support. En dan zei ik uiteindelijk moeten modders het maar gaan doen. Ik guess, soms zijn ze dat... Nee, ik denk niet dat ze daarover aan het nadenken zijn. Ja. En soms ze doen gewoon een snel lazy job erover. Weet je, ik zou het niet zo erg vinden als de PC-ports niet zo goed zijn bij het begin. Als ze het later maar fixen, weet je wel. Maar dat is meestal niet zo. Nee. Misschien hebben ze, like, een patch. En die patch doet alleen maar een paar dingetjes, niet genoeg.
Van één iemand neer, Thomas als PC-versie had. Oh, ben je weg? Oké, laat ik het even doen. Nou ja. Dan had ik een schijf. Ik heb weer iets moeten drinken dat ik niet had moeten drinken. Ik heb het gevoel dat ik gewoon op mijn maag niet zo van weer veel had van cola. Cola-vergiftiging. Maar nee, het is meer zo van, we teruggaan over waar ik over wilde praten, dus het Nier Automata voor de farmbot, voordat ik de farmbot installeer, hadden twee grote problemen. Ten eerste, de cutscenes er is veel frameskipping tijdens cutscenes, dus je ziet soms cutscenes die gaan op 12 fps bijvoorbeeld. Mm-hmm. En vind ik speciaal, want die cutscenes zijn pre-rendered en everything. I know, right? Ik miste daarnet de schatkist. Jesus, fuck. En zeg, mijn vader kwam de kamer inlopen om iets te vragen. En hij had toevallig een grote peper aan het eten onderweg. Oh. En is holy shit, die peper is krachtig. En het zit nu nog steeds aan mijn neus. Die geur. Jezus. Holy shit. Buiten dat, de PC had ook een probleem. De PC had ook een probleem met de full resolutie. Want als je fullscreen doet, dan gaat hij niet echt fullscreen, wat ik heb gemerkt. Veel raar. De farmbot fixt dat, tenminste, though. Wat niet fixte was al die fucking pop-ups, though. Dat zou leuk zijn geweest. Ik weet nog met deze fucking level, ik zat de hele tijd op allerlei soorten manieren op andere kanten zitten te springen. Zelfs plekken waar het onmogelijk was. Gewoon over en over proberen. Ja. En dan zeggen, oké, I confirmed this, it's not possible. Zo'n beetje. Holy shit. Maar dat was ook een van de levels die ook het meest expensive, groot was. Waarschijnlijk ook waarom ik er zo van hou. Het is gewoon... Het is groot, maar het voelt niet leeg, weet je wel? Ja, het is Het is altijd de vraag, is er iets daar, is er iets hier? Ja. Alsof je Doom Eternal speelt. Ja. Guess ik ga dat livestreamen. Professioneel, of course. De quote-unquote professionele livestreams. Yes. Professionals. Ja, quote-unquote. Ondanks dat het gewoon een beetje wat we nu doen, maar dan is het live. Ja. Yeah. Het is live, ik doe het. En soms is de gameplay live, soms is het post-recorded, dat hangt er vanaf. Ik moet alleen nog heel wat uitzoeken wat ik moet doen, zo, wat ik wil doen, though. Ik heb nog steeds niet alles gevonden. Ik heb alles gevonden. Bijna. Want ik heb gefakt, dus Man, fuck deze stuk. Wat was hier eigenlijk één van de vervelende gevecht? Ja, dat was hier 45 paas of zo. Natuurlijk moet ik hier ook zijn. Volgens mij is Demon Slayer afgelopen nu. Nou, Demon Slayer is voorbij? Ja, ik denk het wel. Shit, het voelt snel, but I don't know actually. Het was iets, een klein beetje meer dan 200 chapters. Dus dat was best wel. Ja, yeah. I guess that's fine. Het lijkt ook gewoon, waarschijnlijk lijkt ook gewoon expres te zijn, weet je wel. Niet zo van, we moeten het eindigen, want er zijn niet genoeg lezers. Want Demon Slayer was fucking populair, holy shit. Ik denk, vooral wat mij laat denken dat het zo snel is, is omdat het, we hebben de anime pas dit jaar gezien en... Ja. It fucks up with your mind, right? We zijn ook gewoon gewend aan andere dingen, weet je wel, want we zijn gewend aan bijvoorbeeld, One Piece. Attack on Titan is een mooie. Ook een goede voorbeeld, gewoon. Er zijn veel meer chapters en... Er zijn ook veel meer anime seizoenen daarvoor. Dus het voelt alsof het ook lang duurt. Nou, net als met Attack on Titan, though. Is het een maandelijkse chapter ding in plaats van wekelijks, vergeleken met Demon Slayer? Het hele ding met Attack on Titan is de reden waarom ik het als voorbeeld noem. Is gewoon, Attack on Titan het komt gewoon uit, toch?
En ze maakten gelijk een anime. En daarvoor duurde het like, zo lang totdat we like, een nieuwe seizoen ervoor kregen en shit. Maar het duurde ook een tijdje. Volgens mij was het like, een bepaald punt gelijk geannounced. En toen was er steeds like, een bericht van... Yep, it's delayed. It's delayed. It's delayed. Weet je, en het was omdat het... Omdat het was... Attack on Titan was fresh out of the oven. Ja. En weet je wel, mensen dachten dat ze daar ook heel snel nieuwe seizoenen voor zouden maken. Maar toen kwam de delays en het was the best thing ever. In mijn mening. Ja? Het is gewoon, you know, het is like beter dan wat One Piece zeg maar krijgt de hele tijd. Van ja, weet je wel, de constant afleveren waardoor sommige delen zeg, like, van shit is. Ik denk niet dat de delays kwamen omdat er te weinig bankenmateriaal was. Though. Ik denk meer dat ze kwamen omdat ze like, steeds andere projecten hadden. Zou kunnen. Want ze hadden steeds like, de fucking wat, de school, Attack on Titan anime. En dan de fucking like, de niet Attack on Titan anime met treinen en zombies. Wat uiteindelijk best wel meh was, vond ik had gehoord. Was best wel, ja. De main villain is fucking like, what the fuck. Ah ja, de bad stick. Bad stick, ja, we zijn nu fucking super saiyans. Als dat stick like, gewoon gemaxed was, was een van de meest beschadigende wapens die er is. Kan het gelopen. Het had ook nog speciaal like, animatie erbij ook. Of niet animatie, speciaal effect, dat is het. Maar, you know, met nu dat like, Demon Slayer zo'n beetje voorbij is, dat betekent wel dat de volgende, dat je niet hopen, dat we niet hoeven zorgen te maken, of tenminste te veel zorgen te maken dat er like, rushing gebeurt en al dat soort onzin. Coronavirus. Ja, maar dan opnieuw, is like, was het al announced? Just het was al delayed. De film was al delayed, Dennis. En dan, dat is fijn, de lace is meestal waarmee ik fijn mee ben. Tenzij het zo far wordt gedelayed dat het nooit meer uitkomt. Dat weten we dus niet, dat komt door coronavirus. We weten niet wat er gaat gebeuren nu, dankzij coronavirus. Wel, zoals ik zei, voor de rest van onze fucking jaren moeten we maar gewoon gaan afwachten en zien wat er wordt. Nou. Het is jammer genoeg op dit punt onze leven, right? Het is gewoon afwachten. Ja, ik vind dat we gewoon eigenlijk voor iemand anders moeten stemmen, want Mark Rutte kan zijn werk niet fucking... En iedereen zit zijn lul te zijn. Ik zie mensen die zijn like, lul zijn van... Ja, Mark Rutte heeft het best wel goed gedaan, hoor. Is like, what the fuck bedoel jij, heeft het best wel goed gedaan? Hij had fucking, like, fucking borders dicht kunnen doen. Like, maanden geleden. En is like, no. Ik heb gemerkt, letterlijk, elk fucking land die tot nu toe de grenzen te laat hebben dichtgedaan, hè. Allemaal zaten te luisteren naar de World Health Organization. En Mark Rutte zei ook van, en als het komt hier, dan zijn we goed voorbereid. Don't worry about that. Nou, actually, ja, je hebt gelijk, het was niet zo. Het is like, kijk naar de fucking situatie dat we zijn beland. Like, de eerste keer, was maar wel al proef dat één iemand ziek was. Wat heb je gedaan daarmee? Niks. En het is legit, je hebt het gemerkt, hè. Het is like, letterlijk elk land die dat niet heeft gedaan, hè. Zelfs toen ze confirmed case hadden. Ja. Ze laten het luisteren naar de World Health Organization, hè. Allemaal. Ja. En I guess we hebben ook geleerd vanaf nu dat de World Health Organization, like... shit is en we misschien niet nog een organisatie moeten maken. Ik snap gewoon niet hoe arrogant Rutte kan zijn om te zeggen van jou is goed voorbereid dat we geen eens maskers hebben. It's dat hele idee van weet je wel, like een soort sweet little lies maken zodat de mensen niet in paniek raken. En you know, en dan wanneer de tijd verneukt, paniek komt er nog erg uit. Ja. Maar er zijn nog eens mensen die zo lul zuigen. Ik denk van what the fuck, hoe bedoel je, heeft het goed gedaan? Wat is dit? Ja, hij heeft een intelligente lockdown verzonnen. What the fuck bedoel je, een intelligente lockdown? Dat is alweer sweet little lies. Het is like, ah ja, het is intelligent, want nou mag je like, kiezen om naar buiten te gaan om boodschappen te doen? Nog nooit meer eerder geworden. I guess it's nooit... No one has ever thought of that before, I guess. I don't know. You know, I think people are... It's like, it's dezelfde... Het voelt alsof het van de SJW crowd komt, eerlijk gezegd. Want niemand anders... Grappig genoeg, Mark Rutte's partij is technisch gezien rechts. Links en rechts is just words, you know? Ja, links en rechts is gewoon hetzelfde fucking ding. Weet je, links en rechts maakt het gewoon niet uit. Het is gewoon het ding dat like, mensen het like, zeggen om like, een gevoel te hebben als ze erbij horen ofzo. Maar het is like, who the fuck cares? Het is gewoon het is een vorm van division. Hè? Het is dat ik probeer te maken van dit is mijn kant, dit is jouw kant. Maar... Ja, dit is mijn team, dit is jouw team. Uiteindelijk, als je nou luistert, is het like, oké, okay, maar uiteindelijk
wat zit er voor mij in? Want deze, gewoon, deze mensen doen wat ik niet wil. Deze andere mensen doen ook wat ik niet wil. Oh fuck. Ik denk dat het ergste is gewoon... Is, mensen zijn, hebben dat self-awareness niet ervoor uit. Het is like, ze zitten niet na te denken, oké, wat heeft mijn tegenpartij dat... Hij heeft dat hem anders gemaakt van mij en daar letten ze niet op. En dan uiteindelijk zijn ze letterlijk hetzelfde. Ah oh shit, je bent tegen Sonic the Hedgehog, met Sonic the Robot. Je bent met de Sonic? No. Mag ik ze wel een discussie moeten bewaren voor het volgende part? Ik over nadenken. Side Castel. Misschien vinden we iets anders dan wat daarmee bezig zijn. I guess so. Like, you know, MAP, MAP. Je hebt het toch niet gemist. Ik wil even over na te denken van Mark Rutte heeft dat, like, goed zitten. We zijn goed voorbereid. Zij zelfs nu niet eens goed voorbereid. Wat hebben we, like, kan ik even over praten? Waar zijn alle, like, nodigheden dat we nodig hadden? Wat heeft hij gedaan, om eerlijk te zijn? Like, buiten zeggen, oké, dingen zijn gesloten. Wat heeft hij gekocht dat niet werkt? Oké, wel. Geweldig. En wanneer gaan we de fabrieken omzetten om producten te maken tegen de coronavirus? Yes, en dan wachten we af van producten van Duitsland, terwijl Duitsland wel van andere landen zijn product heeft, niet heeft verzonden, omdat hij zei, fuck it, dit is voor mij alleen. Laten we hopen op een vaccine, en bereid, Keis? Oké, hoe lang duurt het voordat SARS een vaccine kreeg? 21 maanden, Ja, laten we niet onze fucking wetenschappers eraf ook afsturen, weet je wel, extra handen en shit. No, niet voor dat. En dan hebben we Amerika. Amerika is ook genius. Ja, we laten gewoon de fucking strand open doen in Florida, want dat gaat altijd goed. Het blijft nog steeds open. Dat is nog steeds de wonder van allemaal, hè? Nee, ze heeft het gewoon weer open gedaan. Wacht, weer? Ja. Dus ja denk dat... Het werd druk en er waren weer coronavirus-infecties. You know. Dat is waarom ik zeg, we komen nooit van deze virus af. Want ook al zou het mogelijk zijn, de mensen aan de bovenkant zijn zo fucking achterlijk. Dat we er nooit vanaf gaan komen. Nou, ja, dat ergste gedeelte ook nu is nu hebben we al deze fucking doden erbij komen. Het is echt zo fucking klote, hè. En, en dan praten we natuurlijk over de economie. We moeten de economie redden. Hoe ga je de economie. Hoe ga je de economie redden door risks te doen? Waarmee je later gewoon nog langer in lockdown zit en je nog langer de economie omlaag gaat. Kun je niet gewoon een beetje de economie opofferen om dan. Dingen weer goed te laten draaien later, zodat we sneller het weer op kunnen bouwen. Heb je de fucking nummers gezien? De nummers, right? Weet je wel, het is mooi en zo, de hoeveelheid zieken die eruit komen is steeds minder, maar heb je dat fucking dode aantal steeds hoger aan het worden, want er komt niks. En het voelt gewoon kleuter, right? Mooi, weet je wel, minder mensen die ziek worden, maar alle zieke mensen gaan steeds dood. Het voelt zo. Het was wel eens gisteren of eergisteren, 82 mensen dood gegaan ofzo. Vandaag was het 600 of zo, wat ik net had gelezen. Nee, niet 600, maar van 160. 82 in Nederland bedoelde ik. Ja, dat wordt ook. 82, nu 160 mensen. Of vandaag 160 mensen is uitgekomen. Ja. En er zijn mensen die geloven dat het een conspiratietheorie is, weet je dat? Well, you know, you couldn't have it. Je kan niet in een epidemie leven of een pandemic leven zonder deze mensen. Nou, het zijn zelfs mensen die denken van, de zombies zijn niet zo gevaarlijk. En dan worden opgegeten de zombies, weet je wel. Don't be so bigoted about zombies, you know. Er zijn veel Amerikanen die protesteren. Niet omdat ze het nodig hebben, maar omdat we moeten naar de kopper. We moeten echt naar de kopper nu. Ja, pak gewoon een ton dozen. Just do it. We moeten naar de kopper toe. Ja, pak gewoon een ton dozen. We moeten naar de kopper. Pak een ton dozen. Ik kan wel de protesten begrijpen die gaan over mensen die geen werk meer hebben of zo, geen geld. Geld nodig hebben en shit. Dat is legit het meest klootste gedeelte, hè, van als je de economie een beetje dicht gaat gooien. Is. Ja. Sommige mensen die gewoon hun banen verliezen. Dat moet gefixt worden, maar hoe gaan we dat fixen? Europa heeft gedaan, wat Amerika deed. Het is alleen Amerika, mag ik even over praten. Het is alleen Amerika. Hier geeft kapitalisme de schuld, maar het is alleen Amerika. Ja. Het is gewoon, maar het is ook in Amerika's geval. Daar is het ook vooral over. Hoe gaan ze dat precies fixen? Laat me echt afvragen. Temporary socialism. I'm sorry. Yes, yes. Manier. Temporary socialism. Let's see how that's gonna work out. Het gaat precies hetzelfde gebeuren als normaal.
Oh, fuck me. Nothing fucking works. Het werkt niet beter, want je kan nog steeds geld geven aan... Like, je hebt nog steeds... Ik bedoel natuurlijk dat je, like, je geeft de mensen voor nu... De mensen met zonder werk gewoon een uitkering. Ja, dus 13 miljoen van hun. Wat dacht je ervan om gewoon nooit voor te zorgen dat bedrijven makkelijk mensen kan ontslaan? I know, right? Ja, je geeft de bedrijven geld anyway, dus je weet dus wel. Dat is bepaald, ja, in plaats van dat je die bedrijven geeft, de grote bedrijven, just so you know. Ja. Geef het aan de fucking kleine bedrijven. Oh, en de kleine bedrijven en de mensen die hun baan hebben verloren door een bepaald bedrijf. Dat is het fucking zout, hè? Is niet alleen verliezen sommige mensen hun banen, maar dan vervolgens heb je ook die weet je wel, en vervolgens moeten hun de huur betalen, maar omdat hun niet de huur kunnen betalen, verliezen de mensen die de huur hebben ook geld. En laten we ook niet vergeten wie de oorzaak was. Never forgive China, of het is een government. Never forgive the Chinese government. Nou, ik ga er gewoon vanuit dat wanneer China zegt, heb je het over de gemeente. Het is nooit over de mensen. Nee, want de mensen kunnen er meestal niks aan doen, weet je wel? Yes. En hebben het meestal net zo zwaar, hebben het soms zwaarder dan wij, weet je wel? Dat wel. Is eigenlijk het beste manier om voor mij te zeggen, is als het is volgende moment dat ik zeg, never forgive China, en jij zegt gelijk, nee, maar de Chinese mensen hebben niks gedaan, is dat zeg ik tegen shut up, communist sympathizer, probeer niet het onderwerp te veranderen. Ja, want we hebben het ook over, de Chinese overheid heeft dit veroorzaakt, en de mensen hebben we kunnen de schuld ook bij klein beetje geven aan onze overheden, die gewoon dachten van, laat gewoon alles open laten. Yes. De mensen die schuld krijgen in China? De andere overheden, weet je wel, die domme aan het zijn. Ik vind ook dat we voortaan niet meer dingen moeten kopen van China. Yes. De World Health Organisatie is ook een mooi voorbeeld om op de schot te geven. De Europese Unie niet meer luisteren naar World Health Organization is ook een geweldig idee, laten we dat doen. Zach, just stop giving money to the World Health Organisation. Ja. Yeah. I am the blacksmith Masamune. I see you're taking good care of your weapons. However, I'd be happy to sharpen them. Dus ja, dit is de blacksmith. En de blacksmith is eigenlijk speciaal. Want hij kan je wapens tot level 4 brengen, geloof ik. Yes, yes, that's right. Ja. Ah, your white sword. My master honed that factory blade long ago. He was a master craftsman who gathered 4 black and 4 white weapons and improved on them. But they spilled so much blood that my master sealed them away in various locations across the world. However, I wager you would wield them in service of good. If that is true, then you can search for them in sealed finds throughout the world. We hebben al een paar gevonden. Maar ja, dat zijn een beetje de speciale wapens die we vinden in de overworld. Was het toevallig de virtuous dingen en zo? Yes, de virtuous dingen. Alright dan. Ik vraag me wat er gebeurt als ik ze allemaal haal. Ik vraag me dat ook af, maar volgens mij heb ik het nooit meegemaakt. Ze alle 8? We gaan het waarschijnlijk zien in deze playthrough vandaag. Anyway, fuck hem. Dat was een mooie fuck you. Konden we dat ook doen aan de World Health Organization? Of China? Nope. Want wij horen bij de Europese Unie. De Europese Unie luistert naar de World Health Organization. Dus moeten we doen wat de World Health Organization zegt. Ah, fantastisch. De Europese Unie is ook al gekocht door China. En natuurlijk heeft Rutte geen ruggengraat. Dat verwacht hij heeft een ruggengraat namelijk. En een ruggengraat is niet zo goed als een ruggengraat. Dat verwacht je van Mark Rutte. Dus voortaan, helaas pindakaas. In de kaas, snap je maar zo binnen. Nee, iemand heeft die bord erop gemaakt, heeft een bord gemaakt. Ja, ik heb het gezien. Het is geweldig. Het is een van die punts die Jesse ook maakt en ik meestal probeer dat te negeren. Helaas, het is een goede punt dit keer. Oké, laat wil ik zijn. Het is een goede punt. Het is een punt nonetheless. Het is een goede punt, though. En punten kunnen goed zijn. Het is een goede punt. Pin de kaas. Geniale shit gesloten. Vraag me af hoe lang, Want, ik zei dat toch al een keer nog, is het best eens 3 weken binnen kunnen blijven. Maar weet je, na 2 maanden heb ik zoiets van, nou kan ik een beetje begrijpen, want... Wat verwacht je dat we gaan doen op een gegeven moment, weet je wel? Zeg, niet iedereen is zoals ons die de hele tijd zijn tijd kan verspillen aan games. Precies, weet je wel. Niet iedereen... Zelfs ik heb zoiets van, ik wil op een gegeven moment wel wat doen, weet je wel? Zeg, niet iedereen kan zichzelf de hele tijd opsluiten. Sommige mensen willen uiteindelijk gewoon weer gaan werken. Hè? Dus sommigen voelen zich nutteloos uiteindelijk als ze de hele tijd maar thuis blijven zitten en geen reet doen. Moet ik een pauze doen? Nog maar 5 minuten en zo, dus. Oké.
Oké, ik wil geen story horen dan, hè, want ik wil niet dat ik... We gaan naar het belangrijke kutsie, de baasgevecht komt eraan. En dat is... Ja, okay, komt goed. Slay, zet er ook iets binnen. En hier hebben we een babyrobot, what the fuck? Ah, is het iets schattig? Het zit hoog zitten voor binnen te janken dat niemand hem eigenlijk in een grote robot stegham heeft gedaan. Why the fuck did you do that? Doobie is de soort persoon die like baby Yoda zou doden, gewoon omdat hij het niet mag. Even de 2A bedoel ik. Dus ja, dit is A2. Ik ga alvast zeggen dat hij like de derde karakter is, want het staat op de fucking voorkant van het spel op doos. Yoruha type, zanai ka? Alleen, ik snap nog steeds wel of ze eigenlijk die robot vernietigd. Ik kan geen reden bedenken waarom ze dat heeft gedaan. Na zo lange tijd... NS! What the fuck? En het klopt door safe space. Maar ik kan echt geen verhaalreden bedenken aan A2 hier is. Het voelt meer foreshadowing, maar dat is een beetje het. Zo, weet je wel, na zoveel jaar lang op deserted te zijn, wachten van, weet je wel, is er geen reden om te leven, dus... Hij vecht tegen de sterkste persoon die er is als 2B. Yes, there we go. En toevallig, the Force Kingdom was promising. Ja. En wel ben ik ongeveer op dezelfde level als 2A, maar ja, in deze nieuwe playthrough ben ik veel sterker. Nou, het is eigenlijk deze gevechtsteam is great en al, is gewoon... Het voelt een beetje zwak zonder de lyrics. Ja. Het heeft echt de lyrics nodig voor de meer die erbij krijgt. Om eerst even te denken aan like, de ene like, draakteam in Kingdom Hearts 2 tegen like, de Zebes draak. Waar je dan like, Zebes team hoort, maar dan like, het wordt nooit, het begint nooit. Het is alsof het like, bijna gaat beginnen, maar het gaat nooit beginnen. Weet je wel? Nee. Oh, wil je nou? Wil je het uitleggen? Nope. Oh. Ik haat dat shit. Dus like, ah yes, dit is ding is eigenlijk zo. Wil je nou? Kun je me uitleggen? Nee. Maar misschien help ik je dan, weet je wel. Misschien hoor ik dan bij je. Nee. En ze denken dat iedereen erg stunborn is zoals hun. Voor een of andere reden. It's like, yeah, even if that's the case, yeah, just say whatever you want. It's like, yeah. Of misschien had ze haar koffie niet op en dus moest ze heel snel naar de koffieapparaat toe gaan. Maar ik zei dat dan het makkelijker geloof. Het is like, fuck me, ik heb geen zin om dit uit te leggen aan de 50ste persoon. Moet ik het weer tegen jullie twee uitleggen? Hoe bedoel je weer? Weet je hoe vaak ik jullie heb vermoord? Wat? Dat is ook een ding, is alleen je pet shot van 2B probeert te doen dan dat het bouw de camera weg te slaan. Kinda suck als ze zichzelf opblazen, hè? Maar ik kan gewoon voorstellen, als, ja, als je hier lekker bank neerzet, dan zou ik hier gewoon lekker zitten en chillen. You know? Je zet deze bank hier, je gaat lekker rustig chillen, en dan komt de fucking politie eraan zeggen van, heb je wel hiervoor betaald om hier te kunnen zitten? God. Ja, weet je nou, eigenlijk, van plaats van dan gaan ze hier eigenlijk zeggen, terwijl niemand hier is, alleen jij en de bank, zeggen ze, je moet hier, moet terug naar huis, waarom? Ernest, je maakt die grap, het is gebeurd, toch? Ik weet, de ene man in de bergen. Nee,